af en slachten. Waar ging dit mis? Ik denk dat we hem wat open schoot hebben gegeven, die ze terugbrengen in de wedstrijd. Een paar goede individuele acties aan hun kant. Ik denk de bal die Turner maakt op 72-72 om twee punten voor te gaan. Ja, is een goede individuele actie. En ik denk dat je hun daar ook credit voor moet geven. Aan de andere kant denk ik dat ze wat geluk hebben gehad. Ik bedoel, haal die drie punten van Gonzalez weg die van de middenlijn schiet en je wint hem. En aan de andere kant, weet je, vallen die net niet. Dus het was een close game. Ik vond jullie ook eigenlijk drieënhalve kwart stonden jullie ook op voorsprong. En ook vonden jullie alerter, iets scherper, ietsje beter. Niet veel, maar ietsje. Ik denk dat we in de laatste 2,5 minuten ook de fout hebben gemaakt door heel erg te zoeken. Zij gingen gewoon met 5 mensen in de bucket staan. Waardoor wij niet de movement kunnen maken die wij willen maken. Ondanks dat de bal al redelijk dicht bij de basket is. Dat zijn dingen waar we naar zullen kijken en die we denk ik anders zullen doen in de komende wedstrijden. Nou, aan het eind, Shepard met een tover driepunter brengt het nog even terug tot een puntje, maar dan lukt het net niet. Met wat voor gevoel sta je hier nu? Het is 1-0 voor hen. Ze hebben hier bij ons een wedstrijd gewonnen. Wij weten dat we nu voor ons niks anders op zit dan hetzelfde daar te doen. En daar gaan we donderdag voor. Nou, ik heb net al gezegd, één slag is gewonnen door Den Bosch, maar de oorlog is nog lang niet gestreden. Nee, zeker niet. We zijn in deze situaties eerder geweest. Vorig jaar Nijmegen, misschien niet hetzelfde team, maar wel op 1-0 achterkomen, thuis verliezen. Ik denk dat dit team is met karakter. Met karakter en dat niet direct niet meer weet te doen wat te doen op het moment dat er nu een wedstrijd verloren is. En uiteindelijk was het verschil ook maar minimaal. Ja, het verschil was ook minimaal. En we zullen met dezelfde intensiteit moeten blijven spelen. Ik denk dat we zeker in periodes gewoon de bovenliggende partij zijn geweest. En helaas waren zij dat aan het einde.